Ja? Ja. Hoe hebben jullie gewonnen dan? Ja, gewoon alles tikken. Ja. Techniek. Gewoon winnen. Techniek, gewoon. Winnen. Hoe blij zijn jullie? Nee! Jullie zijn wereldkampioen, hè? Ja! Wat? Bij de vrouwen waren er twee pools. En de winnaars van beide pools die nu het veld betreden zijn er uitgekomen. En daardoor is de finale Indonesië tegen Kaapverdië geworden. Die eindelijk nu gaat beginnen met het fluitje van de scheidsrechter. En we hebben afgetrapt. Ja, het team van Indonesië bestaat vooral uit twintigers. Alleen de nummer 11, die is 15 jaar. En zoals gezegd, de keeper is dus wat ouder, met 43 jaar. Kaapverdië heeft een stuk jonger team. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd daar een stuk lager ligt, rond de 19. Maar dat, of dat gevolgen gaat hebben voor de wedstrijd, dat zullen we vanzelf zien. In ieder geval gaat hier Kaapverdië er gelijk vandoor. En dat wordt al een doelpunt in de eerste minuut. Ja, een fantastische opening van Kaapverdië. En kijken of Indonesië eruit komt. Op links ligt een opening. En daar gaat Lies Koude weer vandoor. Zij legt hem breed. Kaapverdië houdt op stand. Probeert hij 1-0 natuurlijk zo lang mogelijk vol te houden. Maar daar komt weer Lies Koude. Weer 1-1. En nu is het raak. Prima uitgespeeld. De verdediging van Kaapverdië kon alleen maar toekijken. En de spits stond voor de tweede maal 1-1 met de keeper. Ja, normaal gesproken zeggen we dan alle lange mannen mee naar voren. Zijn er ook lange dames? Het is niet nodig. Het is de nummer 9, de spits Morwarin. Zo wordt het al heel gauw 2-1. Terwijl Indonesië inmiddels heeft overgenomen en opnieuw een kans voor zichzelf creëert. Het is opnieuw Kou. Maar de keeper kan redden en in tweede instantie is het dan Morwarin die haar tweede van de middag maakt. En daar is dan het verlossende fluitsignaal. De vreugde is er bij Indonesië. De allereerste winnaar van de WK Amsterdam bij de vrouwen. Ja, we zijn aardig tevreden. We hebben samen gespeeld met elkaar. En ja, we zijn gewoon één team. En dat is knallen. En zo daarom worden we ook kampioen. Indonesië. Winnaar van het WK Amsterdam 2008. Bij de vrouwen. Suriname aan de linkerkant probeert te combineren. Met een beetje geluk belandt die bal achter de verdediging. Maar Marokko let gewoon heel goed op. En heeft geen probleem met het verwerken van deze bal. Nu dan geen buitenspel, want die bal was niet bestemd voor nummer 18. Het is juichen bij Malcolm Esaias. Het is Malcolm Esaias die hier zorgt voor
de 1-0 en de voorsprong voor Suriname tegen het zo sterk geachte Marokko. Het was een ongelukkige bal die leidde tot het balbezit voor Suriname. Goed direct ingepaast op Melchior Messias en die scoort keurig met de linker in de verre hoek. 1-0 voor Suriname en toch wel een beetje verrassend. De bal belandt voor de voeten van El Hajioui. En die weet hem de van 3,5 meter afstand niet in te werken. Het is de alom bejubelde keeper Randy Sanchez die ook deze bal pakt. Maar wat een bijzonder goede reactie van deze keeper. Zo, en nog even stijlvol terugkomt, precies wat je zei. In tweede instantie net even iets meer doet dan misschien wel nodig was. Maar in eerste instantie heeft hij hem toch wel heel erg goed. Dan gaat hij net langs de linkerpaal. Maar hier een prima kans van Marokko misschien wel. Maar dat wordt gestrand in de 16. En wat doet Sanchez? Appel voor een penalty. En die wordt dat gegeven. Wel heel makkelijk gegeven wat mij betreft. Het is een zeer twijfelachtige beslissing van deze scheidsrechter. Hier nog een keer dat moment. Terwijl de hele Marokkaanse kant van de tribune uit zijn dak gaat. En het gaat om deze actie. Nou, sorry hoor. Nou, die is wel heel erg makkelijk gegeven. Dit is een... Wat de stervende zwaan in het Marokkaans. Ja, dat zal ergens in de buurt van het woord zwalbe komen. Is het Marokko op gelijke stand? Nee, het is Randy Sanchez die uit zijn dak gaat na het stoppen van deze penalty. En wat pakt hij die bal dan mooi. Hij wacht lang op zijn lijn. Je ziet uiteindelijk waar Mouname die bal naartoe gaat schieten. Ongelooflijk. Schitterende redding van Randy Sanchez op die penalty. En dit geeft die gekke Sanchez natuurlijk precies het vertrouwen wat hij nodig heeft. Ondertussen is dan Vondel weg. Oud-teamgenoot van collega Tobias Hendriksen die de bal voor krijgt. Alle ruimte nu voor Suriname. En dat moet je ze niet geven. Het is Brighton Wiekman die zorgt voor de beslissende 2-0 voorsprong in deze wedstrijd. Marokko geslagen en nu is het de beurt aan de Surinaamse supporters om het veld te betreden. Toch eigenlijk de enige kans dat we hem hier nog een keer zien. Goed doorgaan van Wondel die hem aflegt. En ja, dan kan je maar één ding doen. Hem nog een keer afleggen op in dit geval Brighton Wiekman die hem heel erg mooi met de binnenkant in de rechterkruising schiet. En daar ook ontzettend blij mee zijn supporters nog een keer ophept. Want 2-0, dan is de wedstrijd inderdaad natuurlijk wel gespeeld met nog een minuut of 4-5 op de klok. Daar is het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter van deze wedstrijd. Dat betekent dat de hele spelersgroep en de supporters richting Randy Sanchez gaan. Want was hij het niet die met een paar spectaculaire reddingen Suriname in de race hield. Het klapstuk, het slotstuk van een prachtig toernooi. Ja, Suriname zal sowieso tevreden zijn in dit toernooi. Want die hebben in een halve finale afgerekend met Marokko. Waar ze vorig jaar nog met 2-0 van verloren. Maar nu willen ze natuurlijk meer. En dat moet er gaan gebeuren ten koste van Nigeria. En we zijn begonnen. En we gaan eens kijken of dat lukt. Goed middenveld opgezocht. En papa krijgt de bal terug. En schiet maar eens. Zo, dat scheelt helemaal niet veel. Daar kon Randy Sanchez naar kijken. En tot zijn geluk ging hij gewoon naast. Papa neemt hem één keer op de slof. Ja, goed schot. Een metertje naast. Prachtige poging. Nu een diepe bal van Nigeria gevaarlijk wordt. De linkerbal en valt hij erin. Nee hoor. Prima nog weggetrapt door Pierre Tosh. Moet je rustig blijven. Keeper maat zijn verdediger nog vooral rustig te blijven. Maar hij zag er zelf ook niet helemaal goed uit als ik heel eerlijk ben. Maar het was voor Suriname allemaal goed af. Ja, een belangrijke redding hier van Pierre Tosh. Met die bal die had er zomaar in kunnen stuiten. Hij raakt het niet helemaal goed. Daarom een corner voor Nigeria. En dan komt ook die hele lange nummer 16 mee. Die Soya. Die achterin staat. Die staat nu vrij achterin het strafschopgebied. Gaat die bal daar niet komen. Sanchez zit ernaast.
Want Pietos kan wegtrappen en dan probeert Nigeria in één keer het doel te bereiken. En dat levert zo'n effect op dat de drie spelers van Nigeria vrij voor de goal staan. En dan is het Nigeria wat hier verrassend op een 1-0 voorsprong komt door de Spits Ernest. Een hele rare stuit lag eraan ten grondslag. En Pardoes viel die bal voor de voeten van Ernest. En die denkt dan niet na. Die schiet hem gewoon hard, laag, langs Randy Sanchez. En zo staat op merkwaardige wijze, maar wel mooi afgerond, Nigeria op een 1-0 voorsprong. Suriname dan. Delano Derby wil openen aan de rechterkant naar Isaias. Goed verdedigd van Soya, grote beer van de vent. Die nummer 16 van Nigeria. En naast hem in het centrum van de verdediging nummer 17. Ook zo'n bier van de vent. Dan is het Diekman die plotseling opduikt voor Sam, de keeper van Nigeria. En die bal zomaar achterin het net komt. Ook een gek moment. Uit het niets komt deze bal voor de goal. En hij komt hoger dan iedereen en alles. En kopt die bal prachtig in. Net de verkeerde timing. Die bal eigenlijk redelijk blind voorgegeven. En Biekman staat op de goede plaats. Ja, tussen die twee boomlange mensen, zoals je net al zei. Eddie en Soya. En dan staat het dus zomaar weer 1-1. In een rap tempo. Weer een diepe bal van Nigeria waar die Ernest achteraan kan. En Sanchez komt weer heel ver uit. Hij komt gevaarlijk uit. De scheidsrechter die fluit niet. Die laat het spel gewoon doorgaan. Terwijl Ernest toch... Terwijl hier een bal naar ons toe tegen dragen. Ons aankrijgen. Ja, maar dit was ook wel een hele rare actie van Sanchez. Hij komt met zijn benen vooruit. Komt hij in op die Ernest. Die volledig voor de bal gaat. Geen oog heeft voor Sanchez. En plots merkt dat hij keihard onder de graszoden wordt gelegd. Nou, Sanchez heeft ook wel een beetje pijn. Maar hij komt hier heel goed weg. Hij is duidelijk te laat. En neemt gewoon de hele speler mee. Dit had hem ook zomaar rood kunnen opleveren. Inderdaad, opzet of niet. Het was toch een zeer gevaarlijk spel. Met Lee weer hier. Die speelt op de linksbuiten. Biekman. Oh ja, mooi eromheen. Komt papa heen. Kijk of hij hem voor kan geven. Dat kan niet. Ja, maar het is Hennard, de invaller. Die toch een goede kopkans krijgt hier. Maar gewoon een meter naast komt. Die had toch zeker op doel gemoeten. Ja, erin gemoeten. Beseft hij zichzelf ook. Hij raakt die bal volledig verkeerd. Hele knappe, mooie actie van Biekman. Goede voorzet. Zeggen wij in koor. En zo'n bal moet toch wel erin, vindt ook hij. Maar het is al gedaan. Einde van de wedstrijd. Einde wedstrijd inderdaad. 1-1. De eerste penalty zien. En dat is vrij eenvoudig raak geschoten. Door het midden. Dat is feilloos binnengeschoten. Keeper kansloos. En ook naar de verkeerde hoek. Linksback. En die schiet hem keurig in het hoekje. Sanchez zat in de goede hoek, maar kon er niet bij. En zo maakt Nigeria de tweede. Sam tegen Carrillo. En het is Carrillo die eenvoudig de penalty maakt. En dat nog even viert voor de bal een tweede keer erin zetten. En hij wordt gepakt door Sanchez. Ja, prima redding. Ook niet zo goed ingeschoten. Hij wil door het midden. Ja, de keeper wachtte dit te lang. Hij ging nog eerst naar de andere hoek toe. Het is nog vrij knap dat hij met een katachtige reflex helemaal de andere kant op duikt. Ja, en dan baalt Desmond enorm. En kan hij gewoon de man van de avond worden. En dan kan nu al de beslissende penalty vallen. Wordt Suriname voor de tweede keer de winnaar van het WK Amsterdam? Het is Brighton Biekman, fantastisch speelde, met links, in de kruising. En het is Suriname, dat het WK Amsterdam 2008 wint. En hier is de coach.
En na de wedstrijd is het eigenlijk ook niet meer dan verdiend. Brighton Biekman besluit dit WK Amsterdam op schitterende wijze. Hij schiet met een feilloos genomen penalty zijn ploeg naar de tweede WK-winst in de geschiedenis van dit toernooi. Oh, hij is binnen. Hij is binnen, ja, lekker. Lekker. Hij is een paar jaar weg geweest bij ons. Sinds 2005, dus hij is weer terug bij de rechtmatige eigenaar, denk ik. Ja, zijn jullie verdiende winnaar vandaag? Ik denk het wel. We hebben het hele toernooi hebben we heel weinig weggegeven achterin. Ook tegen sterke ploegen gewonnen, zoals Marokko, hebben we in de halve finale verslagen. Was eigenlijk een soort finale, hè, voor jullie? Een soort finale, en daar gingen we ook voor. En ja, ik ben blij dat we ook de finale hebben gewonnen, want daar gaat het uiteindelijk om. Als je halve finale wint en je wint de finale niet, heb je nog niets. Dus ik ben blij dat we het toch binnen hebben kunnen slepen. Belangrijke bijdrage vandaag. Ja, als team zijn hebben we heel goed gedaan. Nou, je staat bekend om je rare acties, maar ook om de penalties die je stopt. Vandaag was je wel onafvolgbaar, man. Ja, klopt. Ik word een stukje ouder, dus ik kan die rare capriolen niet meer doen. Dus lekker degelijk en soms een paar penalties pakken. Dat is leuk. Het FC Vondelpark.